Het antifraudeplatform bestaande uit de VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA91, DNL, STRE-PRO, A20 en SPA dringen er bij president Desi Boutersen op aan om duidelijk aan te geven welke COVID-19 maatregelen zullen gelden bij de verkiezingen. Belangrijk hierbij is dat de kiezers in de gelegenheid moeten zijn om hun stem veilig uit te brengen. Aan de regering is gevraagd om uiterlijk maandag 4 mei het platform hierover te informeren. Het platform had op 22 april al een brief geschreven naar de president over deze kwestie. Tijdens een onderhoud met politieke partijen op 27 april is dit weer aan de orde gekomen. We spraken Angelique del Castillo van DA91, een van de vertegenwoordigers van het platform hierover. Kiezingen zijn een bijzonder moment. En wat het ook bijzonder maakt, het is het moment dat de burger zich uitspreekt over de regering die wil hebben. En je wil dat zoveel mogelijk burgers daar gebruik van maken. Nu worden we geconfronteerd met COVID-19. Een heleboel angst en ook onbekendheid bij mensen hoe daarmee om te gaan. Nu in het algemeen, in ons sociaal leven, hebben we ons al aangepast. Maar voor de verkiezingsdag moet er zekerheid en helderheid zijn, zodat die opkomst gegarandeerd is. Bovendien is het ook van belang dat de verkiezing eerlijk is. En altijd denkt men, een verkiezing is eerlijk als op die dag goed geteld wordt. Maar het begint lang voordien. In die hele voorbereiding en planning en participatie van elke politieke partij. En nu is het belangrijk dat de president tijdig aangeeft welke maatregelen getroffen zullen worden. Zodat elke politieke partij en ook elke burger, elke kiezer zich daarop goed kan voorbereiden. Zodat iedereen volwaardig gaat deelnemen. En dat mensen niet overrompeld worden door een bepaald bericht op het laatst. En daarop niet kunnen inspelen of zich goed kunnen voorbereiden. Dus vandaar dat het belangrijk is dat de president reactie geeft. Belangrijk. Del Castillo hoopt dat de president met het platform als collectief praat en partijen niet één voor één uitnodigt voor gesprekken. Indien de president uiterlijk maandag nog niks van zich heeft laten horen, gaan de partijen door met hun eigen maatregelen. Het platform is ook al met haar voorbereidingen begonnen. We laten het niet aan het toeval over. Het platform heeft al een meldpunt geïnstalleerd. En dat meldpunt zal gekoppeld worden aan een link waar men informatie direct kan verkrijgen, maar waar ook informatie vergaard kan worden om te delen nationaal met juristen en anderen die kennis van zaken hebben, maar ook internationaal met internationale en regionale organisaties. Wij als DA91 hebben in het vroeg stadium ook al contact gelegd met de OAS in Washington, want op dit moment is er geen vertegenwoordiger hier. En ook via hun zal dat waarnemerschap een andere inhoud gegeven worden. Dus men gaat niet zitten wachten. Het platform bereidt zich ook voor op dat de mensen veilig naar de stembus kunnen gaan. We kijken al naar als het noodzakelijk zal zijn om mondkapjes te hebben, desinfecteermiddelen, sanitatiemiddelen, dat we onze kiezers gerust kunnen stellen. Angelique del Castillo van het Antifraude Platform. Het platform heeft de president gevraagd welke COVID-19 maatregelen zullen gelden op de verkiezingsdag 25 mei.